Dit is een mini-review van de Philips U-Tap Dial. De U-Tap Dial is de vernieuwde versie van de U-Tap met een dimring. De U-Tap heeft flink wat functionaliteit en ook nieuwe functionaliteit. Maar hij mist ook een functie ten opzichte van de vorige U-Tap. De U-Tap Dial is rond december 2022 verkrijgbaar voor €49. Her en der zag ik ook al aanbiedingen van €43. Het is overigens circa twee keer zo duur als de eenvoudige rechthoekige knopdimmer. Eerst even uitpakken. In de verpakking een hele set papieren en de U-Tap Dial zelf. Op een plaat van 8 bij 8 centimeter. Het is overigens net een centimeter te groot om bij ons op het schakelmateriaal te passen. Maar er zijn ook zelfklevende plakstrips die heel goed blijven zitten. Als je met opplakken genoegen neemt, is het installeren een fluitje van een cent. De dimmer zelf is magnetisch aan de afdekplaat geplakt en je kunt hem er zo makkelijk afhalen. Er zit een inkeping op de afdekplaat, zodat je weet hoe je de dimmer recht terug moet hangen. Ook de elektronische installatie gaat gemakkelijk. De U-Tap Dial ontdekt binnen een minuut de U-Bridge. Ook de verdere configuratie gaat gebruiksvriendelijk via de U-App, maar het kan ook via apps van andere partijen. Ik gebruik de U-App zelf. Net als bij andere dimmers uit het U-ecosysteem kan de U-Tap Dial per knop geprogrammeerd worden, waarbij je een scène aan elke knop kunt toewijzen. Of een modus waarbij de kleurtemperatuur aan de hand van het tijdstip van de dag wordt ingesteld. Of een modus waarbij je met elke vervolgdruk op de knop door een cyclus van scènes loopt. Daarnaast kun je een knop zo instellen dat deze de laatst ingestelde lichtkleur en lichtsterkte weer aanzet. Verder kun je ook programmeren wat er gebeurt als je een knop lang indrukt. Het gebruikelijkste is om hem dan uit te laten gaan. Daarnaast kun je meerdere schakelaars per lamp, zone of kamer instellen. Zo kan je zowel bij je slaapkamerdeur als aan beide zijden naast je bed een schakelaar installeren. De U-Tap heeft daarnaast ook specifieke functionaliteit, namelijk het dimmen van lampen in een kamer of in een zone. Verder is het instelbaar of je met de ring ook de lampen helemaal uit kunt draaien. De Tap Dial heeft dus flink wat nieuwe functionaliteiten, maar hij mist ook functionaliteiten ten opzichte van de vorige U-Tap. En dat is dat er een batterij in moet. De vorige U-Tap kon het af zonder batterijen, want die gebruikte de opgewekte energie door het indrukken van een knop. Dat ging dan ook net wat lastiger als met de Tap Dial. Gelukkig is de batterij wel regulier. De Tap Dial werkt met een CR2032 knoopcelbatterij. Die is goed en goedkoop verkrijgbaar. Dan zijn we aangekomen bij de samenvatting met de drie sterke punten van de U-Tap Dial en de drie aandachtspunten. Ten eerste de toppunten. De functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid is geweldig. Iedereen kan de lichten bedienen, ook zonder de U-App. Dan ten tweede het installatiegemak en ten derde de mobiliteit. Want je kunt de knop ook los van de schakelplaat halen. Dan de drie aandachtspunten. Het eerste aandachtspunt is de prijs. Die is maar liefst dubbel zo hoog als van de rechthoekige dimmer. Het tweede aandachtspunt zijn de instelmogelijkheden. Die zijn zo uitgebreid dat je moet uitkijken dat je alleen zelf nog maar begrijpt wat de knoppen doen. En ten derde werkt de Tap Dial niet meer zonder batterij. Ik ben heel blij met de U-Tap Dial. Het installatiegemak van het U-ecosysteem is ongeëvenaard. Het U-systeem is gebruiksvriendelijk en zeer stabiel. En het is een van de weinige domotica-systemen dat allround echt in orde is. Bij veel andere domotica-toepassingen voel ik me nogal een beta-tester. Maar dat is bij het U-ecosysteem echt anders. De Tap Dial voegt daar nog eens een draaibare dimring aan toe. Dat werkt natuurlijk en maakt het systeem weer een stapje toegankelijker, ook voor mensen die geen gadgetfreak zijn.
Onderaan in de omschrijving voeg ik dingen toe die ik na het opnemen van de video ontdek. Sommige voor- en nadelen ontdek je immers pas later. Voor een volledig beeld is het dus verstandig daar ook nog even te kijken. En dit was alweer de mini-review van de UTAP Dial. Heb je er wat aan gehad? Laat het dan alsjeblieft weten met het duimpje. Vond je het niks? Laat dan gelijk even weten waarom niet. En ook als je vragen of feedback hebt en neem een abonnement op dit kanaal.